als ik over deze brug vanaf de Kinkerstraat de Porschesweg oploop, dan loop ik de Chausseebuurt in, bekend als Probleemwijk. Een wijk waar problemen waren met handhaving, met criminaliteit en met achterstallig onderhoud. Amsterdam-West, de Baarsjes. De Chausseebuurt is in de jaren 20 van de vorige eeuw gebouwd en ligt ingeklemd tussen de Baarsjesweg, Porschesweg, Kostverloren Kade en de Jan Eversenstraat. De buurt is vernoemd naar de Chausseestraat. Ik woon hier bijna 17 jaar. Sinds 17 oktober 1993. Ik woon 44 jaar in de Witte de Wit. Hoe is het om hier te wonen? Ideaal. Altijd al ideaal geweest? Ja. Ik vind het een gezellige buurt. Ik heb fijne buren. De wijk wordt aangepakt met geld vanuit Europa, het Rijk, gemeenten en corporaties. En dat de Chausseebuurt een probleembuurt is? Nee, dat kan ik niet zeggen. Maar de Chausseebuurt is toch heel anders als de Witte de Witte. Ja, er is een verschil tussen de Witte de Witstraat en de Chausseebuurt. Ja, daar merk je dan meer van dat het dus aan die kant is, erachter. Ja. Dat je dus politie en van alles en nog wat die kant op hoort gaan en dat dan daar weer problemen zijn. Maar hier over het algemeen niet. Maar hoe gaat de aanpak van zo'n buurt in de praktijk? Wat is de verhouding tussen de investering in mensen en stenen en welke gevolgen zou de crisis hebben? Hier in de Chausseebuurt is eigenlijk al bezit in handen van één corporatie, die nauw samenwerkt met het stadsdeel en andere partijen. Dus we zouden hier eigenlijk heel goed moeten kunnen zien wat die samenwerking teweeg kan brengen. Mede verantwoordelijk voor de buurtaanpak en de renovatie is Jan Voskamp. Ja, Jan, IJmere heeft heel veel gebouwen hier in de Chausseebuurt. Een van de gebouwen is bijvoorbeeld hier het Sieraad. Ja. Nu heb je als woningcorporatie een taak om woningen te maken. Maar waarom stop je dan geld in zo'n pand waar bedrijven in zitten en allerlei andere functies? Nou, dit is een heel belangrijk gebouw voor de buurt, de huiskamer voor de buurt. Het was vroeger helemaal gesloten, somber, grauw. En we hebben het opengemaakt, licht gemaakt, bedrijven erin gemaakt. En wonen is niet alleen goede woningen, maar ook een goede buurt. En we doen meer, bijvoorbeeld de studentenwoningen hier, de koopwoningen van het Facet en de hele wand sociale woningen. Nou, laten we maar eens even gaan kijken dan. Prima. Jan, we staan hier voor het Facet en als je dan kijkt naar het pand, dan denk je eigenlijk, het zou zo hier gewoon in de buurt al gewoon passen. Qua stijl, waarom heb je niet een gewoon nieuw gebouw neergezet, modern met beton en glas? Nou, het is van binnen heel modern, maar we hebben ervoor gekozen om het van buiten aan te laten sluiten op de Amsterdamse school. Dat is de kwaliteit van de buurt, dus wij vinden dat de nieuwbouw daarbij aan moet sluiten. We hebben ook een architect uit de buurt, John Buijs, en die heeft dat prachtig gedaan. Hier de koopwoningen en verderop hebben we dan de sociale woningen waar dit dan aardig op aansluit. Het vorige blok is helemaal gesloten, dat was je toch wel oud en alles. Ja, er ging van alles wonen. Ja, en nu gaat het alleen maar vooruit de buurt. Jan, we staan hier in de Witte de Witstraat. Het ziet er eigenlijk best goed uit. Ik kan niet voorstellen dat dit een paar jaar geleden nog de Grauwe de Grauwstraat heet. Nee. Wat is hier gebeurd? We zijn jaren bezig om hier een goede mix te krijgen, samen met bewoners. Dus tussen koop, sociale huur, kunstenaars. En gezamenlijk is dit zo geworden en zijn de mensen weer trots op deze straat. Ja, maar als het zo mooi is, dit zijn volgens mij vooral sociale woningbouwwoningen, om maar even zo te zeggen. Ja. Waarom wordt dat niet gewoon verkocht? Waarom worden daar niet gewoon de juppen? Want er zijn veel mensen in de binnenstad die hier best willen gaan wonen. Nee, dat klopt. En daar zijn we ook wel blij mee. Maar we proberen het wel te mixen, wat ik zeg. Een deel verkopen we. Een deel wat echt een eenheid is zoals deze straatwand, verkopen we niet. Want daar willen we controle op houden. Dat het ook zo mooi blijft. Ik fietsen dus net door deze straat en het viel me eigenlijk op dat die veel helderder is geworden, veel lichter van kleur en dat viel me op en het is het gaat goed met de buurt. Kijk, we hebben nu ramen die kunnen kantelen. Ja. Had je eerst niet. Nou, die konden wel open, maar dat kun je beneden niet openzetten. Ja. Boven wel, maar beneden niet. Dus dat is gewoon ideaal. Dat, en het is beter geïsoleerd. Bij Laura ook heel erg veel. Ga ik wel eens koffie drinken, even binnen zitten. Laura, je zit hier met Chasco Works. Wat is dat eigenlijk? Chasco Works is een werkproject van Cordaan, bedacht door IJmere. Wij doen klusjes voor mensen uit de buurt die dit nodig hebben en zolang als wij dat aankunnen. Ja. En dat is van tuinonderhoud, boodschappen doen, schilderen, behangen,
Je kan het zo gek niet bedenken, als mensen daar behoefte aan hebben en wij kunnen het voor ze doen, dan doen wij dat. Als de tuintjes opgeknapt zijn, wij doen het nog zelf, gelukkig. Maar als je dat nou niet meer kent en het wordt door de jongens gedaan, dat wordt heel erg gewaardeerd. Ik ken de buurtbewoners en de buurtbewoners kennen ons. En hebben ze een klusje, komen ze even langs vaak om te vragen, kunnen jullie dat voor mij doen? Ja. Jongens, jullie doen die klussen ook? Ja. Ja, dat klopt. Kijk, en in een leuke buurt? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is mooi, tuurlijk. Wat vind je het leukste klusje eigenlijk, wat we doen? Tuinieren. Tuinieren. En bij jou? Tuinieren en een beetje bestraten. Bestraten ook? Bij de wending wordt nog stevig gebouwd, het staat er nog niet, maar het is crisis, het moet nog verkocht worden. Lukt het allemaal wel? Het is in aanbouw en we zijn op weg, een eind op weg met de verkoop. De helft is verkocht, maar nog niet uitverkocht. Zoals je al zei, hier moet je je geld verdienen voor al die andere dingen die je hier in de buurt wil doen. We hebben er vertrouwen in dat kwaliteit zich verkoopt, dus we gaan hier stevig mee door. En dan is dat het laatste stukje om de buurt weer helemaal compleet te maken. Ik vind het een hele leuke wijk om hier te wonen, want al mijn vrienden wonen hier en dan kan ik ook gezegd met ze afspreken. Ze doen best wel veel activiteiten hier en dat is best wel leuk voor kinderen. Jullie investeren niet alleen in stenen, in gebouwen, maar ook allerlei projecten hier in de buurt. Ja. Wat voor projecten zijn dat? Nou, we staan nu voor het jongerenservicepunt en de boot. Dat is samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Studenten die zich inzetten voor de buurt. En het is eigenlijk een plek waar studenten van alle opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam in ruil voor studiepunten projecten uitvoeren die de buurt of de bewoners van de buurt ten goede komen. We zijn net een jaar bezig. November vorig jaar hebben we de deuren geopend. En dan heb je een periode nodig dat je een vertrouwensband opbouwt met de jongeren. Dat ze een beetje naamsbekendheid kennen. En dat loopt nu goed. Er komen steeds meer jongeren binnen. Binnenkort zullen we hier uit moeten, want ze hebben een andere bestemming voor dit pand. Maar ze zijn ook al heel hard bezig om voor ons een andere locatie te regelen. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze er opeens mee zouden stoppen, omdat zij ook heel veel tijd en moeite en geld hierin geïnvesteerd hebben. Je kan eigenlijk op dit moment geen krant openslaan of het gaat over de bezuinigingen. Dat gaat iedereen treffen, ook de wijk hier, ook de projecten waar je nu in zit. Ja. Voor jongeren hier in de buurt, voor mensen die hulp hebben nodig hebben hier in de buurt. Wat ga je daarmee doen? Het zal lastiger worden. We moeten creatiever worden. We moeten meer ook werken met vrijwilligers, zoals met die studenten. Maar als we elkaar vasthouden, moet dat gaan lukken. En dat is het geheim ook van dit succes eigenlijk. Hoe gaat het er over 5 jaar uitzien? Want er is natuurlijk een spanning tussen de goede bedoelingen en de crisis van dit moment. Maar vooralsnog is de Chassé-buurt sterk verbeterd.